Goedemiddag. Voor mij voelt het net als het ochtend is, maar het is het niet. Het is bijna 2:30. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer 15 juli 2018. Er ligt hier iemand aan het piepen. En ik weet waarom. Want het wil nog dit doen. Buiten. Ja, hè? Zometeen naar buiten. Plasje poepen doen. Zometeen plasje poepen doen, hè? Rondje flat. Het is veel te warm, hè, buiten. Veel te warm buiten. Ja, ik weet het. Dus ja, maakt het allemaal niet uit. Ik ga gewoon heel rustig lopen. Gewoon even een rondje flat. En even kijken of Rodan al hier is. Als ik hier ook al weer ben met mijn hondjes. Ik denk het wel. Want die heb ik ook alweer aan de telefoon. Wat else? Oké, het zal wel. En ik ben eventjes aan het vlog bekijken van gisteren. Die gaat ook weer online voor de 24ste. Wel. Jawel. En deze gaat weer voor de 25ste, dus 10 dagen later. Gaat goed. Kom knuffel dan. Kom dan. Kom eens hier. Kom. Ja, kom dan. Knuff. Ja. Je bent lief. Wist je dat? Goedemiddag, meid. Bijna klaar. Ik ga nog even mijn dingen aandoen. En dan ga ik met hun eventjes een rondje doen. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Ouderwets. Dat is leuk. Het is vakantie, dus ja. Maar kan het allemaal weer? En dan moet ik ook nog zometeen mijn telefoon leeghalen. Voor een dierenvlog weer. En dat gaat gewoon in één stuk door, want we gaan niet meer dierenvlog erbij doen. Gewoon, dat komt gewoon weer in mijn lijst gewoon gelijk terecht. In Karens dierenliefde of wat dan ook. Dus dat komt helemaal goed, want ik kijk gelijk namelijk nu tegenwoordig aanvinken. Dus dit is een lange intro, maar oké, ik ga mijn slippertjes aan doen en ik ga mijn hondjes lopen. Nou, toen liep ik alweer lekker buiten met de dames. Ja, het is... heerlijk warm. Ja. En wie zou ik nou weer aan de telefoon hebben? Ja, en mijn aanstaande man. Ja, en mijn aanstaande man. Hou je mond eens even. Ik heb het niet tegen jou. Ik heb het tegen de mensen. Ja, hou je mond. Anders doe ik een oortje uit. Ook goed. Ja. Nee, mijn aanstaande man. Ja. Ja. Dat is leuk. En mijn aanstaande. Dat is grappig. Dus. Ja. Zo. Toen waren we thuis. Kom maar, meiden. Kom. Ja, eerst los. Ja, meid. Kom maar. Kom maar naar boven. Kom. Nee, meid. Kom. Even één trappetje omhoog. Kom. Kom. Nee, nee. Kom maar naar boven. Kom maar. Ja, doe maar. Kom maar. Kom maar naar boven, kom. Ja, dat moet even Ro eventjes even in de... Of ik zal meteen strakjes in de kelder zetten. Mag ik erbij?
dames. Wachten. Ik eerst. Het was hier weer donker. In huis. De huizen van de werf. En lekker koel hier. Wachten, jonge dame. 1. Ga eens naar achteren. 2. Ga eens naar achteren, kom. Even wachten. Hoe warm het ook is. 1, 2, 3. Kom maar. Kom maar lekker naar binnen. Doe maar. Ja. De app even afsluiten. Ja, en want we hebben een app. Afstand en de duur. Tempo, snelheid. Nou, dat heb ik dus gelopen. Nou, Ro en ik gaan zo meteen lekker richting strand toe. Ja, ik heb mijn telefoon al mee. Een zonnebril heb ik op mijn gok. Ja, en die zit daar. Hi! Hi! Waarom ben je zo blij? Je had iets leuks. Ja, dat klopt. Nee, vandaag de ambulance. Ja, achter mijn tv. Ja, ja, dat klopt. Het werkt ook als je tv uitstaat. Het is zuinig in het gebruik. Goed gedaan. Goed hè? Ja. Ja, meestal is het ambilight als je tv aanstaat. Ja. Nu werkt het ook als je tv uitstaat. Dat is leuk. Bizar. Bizar grappig. Bizar grappig, ja. Waar gaan we naartoe? Naar het strand. Ja, want? Ga jij daar en dat doen? Vertel het eens aan de mensen. Vertel het eens. Wil je met de zenuwen hebben dan? Altijd. Nou, ik zie daar een jeugdvriendin. We samen op school zijn in de klas van mijn lagere school. Ja. Die ken ik al heel wat jaren. Ja, nog langer als ik ken daar eens uit. Juist, ja. Dus dat is zo'n soort band dat je met iemand hebt. Het is een soort van zus geworden, zeg maar. Ja. Terwijl het geen familie is, maar wel een soort van zus. Je hebt een soort van gevoel van het is mijn zus. En je kan haar zien, je kan haar niet zien. En als je weer ziet, dan is het van, zeg, zag je gisteren nog zoiets? Weet je precies hoe het zit? Ja, net als wat ik met Tamara heb. Ja, dat zou ik niet met Tamara hebben. Nou, het is wat, hè. We kunnen elkaar weken, maanden niet spreken. Ja. Ja, oké. Okay. Helemaal, zij heeft een druk leven, maar ik ook, wij ook niet. Maar vertel wat... Dus die wil ik graag een bepaalde vraag stellen met een mooi verhaaltje erbij. En ik mag gezellig mee. Jij mag gezellig mee. Yes! Ik weet niet hoe ze dat allemaal gaat zeggen, maar misschien dat ze ja zegt, misschien dat ze nee. En dan merk ik vanzelf wel. Kom, als ze ja zegt. Voor wat ga je haar vragen? Als bepaalde witness. Getuigen. Je hebt ook andere soorten getuigen zien en die wil je liever niet hebben. Nee, maar dit is voor getuigen voor trouwen. Ja, dus dat is spannend. Dat wordt nog leuk, we gaan ervoor. Ben je hier op de fiets? Ben je hier op de fiets al? Met de benen fietsen. Oké, okay, goed zo. Mijn benen waren al gisteren gereden, dat is wel jammer. Wij rijden dus nu lekker naar Klingendaal heen. Zo. Even jullie een stukje meenemen door het geweldige natuur hier. Vloggen, dat ding in mijn hand en fietsen tegelijk. Dat mag, gewoon nog op de fiets. Hé schat? Nog wel. Nog wel, ja. Als je maar uitkijkt, en daarom heb ik ook remmen. Alleen dat wil weer even straks uitkijken. Of kan ik die dingen ook op en op mijn andere fiets omdraaien? Dat kan.
Dat is mooi, want ik word daar anders helemaal parig van. We gaan hier al lekker oversteken. Dit kent mijn mama denk ik wel, hier uit dit stukje. Husky man, hier al Husky, weet u nog? Hier, dit stukje. En dit is onze mooie huis, weet u nog? Hier achter zit onze mooie huis verstopt. Die willen we graag kopen. Die willen we heel graag kopen en voor maar 1 euro. Voor 1 euro. Even doorsparen. Want we beginnen bij 1 cent. Alleen het is hier een beetje lekker begroeid, dus je kan nou niks zien. Ja, je ziet echt nou helemaal niks. Zo. Komt er mooi gekleurd op hoor, mevrouw. Ja, en we zijn dus lekker op de fiets. Waar is mijn moppie doppie? Moet er uitkijken waar ik fiets. Ja, wel hè. Komt er ook mooi gekleurd op. Ook. Dat is mooi. Allemaal er mooi gekleurd op. Op mijn vlog. Kijk, dat is mooi. Opletten, zegt hij dan. Ja. Nou, ik rijd niet in het midden hoor, zo meneer. U heeft de zomer in de bol. Helemaal goed. Wild roosten, ook leuk. Ik moet alleen dat ding even weer even draaien. Dat is makkelijker. Zo. Even, hè? Ja. Komt er ook mooi gekleurd op. Komt er ook mooi gekleurd op, dat is mooi. Allemaal er mooi gekleurd op, het is mooi weer. Kijk, hoe mooi. Hoi, denk ik bel even, want ik doe dat wel andere mensen gelukkig niet. Graag gedaan. U komt alleen met uw rug erop op de vlog, helaas. Karin van der Werf. Bellen, wel handig, ja, precies daar. Kijk, we gaan die kant op. Hè? Huh? Nou, daar, dicht. Dicht op de duin. Kijk, en dan zeggen ze, de gemeente, over hondenpoep. Maar wat legt hier koeien paardenvlaai? Ruim dat ook eens even op dan. Hè? Huh? Nee, dat bedoel ik. Kijk, wil je lekker golven? Dat kan. Toch? Ja. Oh. Nou, Rodi heeft even dorst naar een hele lekkere lange wandeling. Ja. Smaakt het? En de echte Dunea drinkwater. Hier in Scheveningen. Ja. Maar ik ga ook even drinken, dat is leuk. Dan moet je wel even het schermpje eventjes, want dan kan je wat ik even zien. Lekker! Dit is zo lekker. Hé, hey, duifies. Wel lekker drinkwater, hè? Huh? Ja, wat denk je? Het is veel te droog, joh. Ja. We gaan even lekker even eerst het strand op. Ja, daarom. We zijn nu lekker in Scheveningen. Ja,
En ik loop over een zebrapad. Nou niet, hè, want nou moet je zelf opletten. Ga jij nog stoppen of niet? Nee. Waarom juist? En dan wou jij even over gaan steken. Ja, ik vind het prima met die dingen. Maar uit welk land komt de zebrapad eigenlijk? Weet ik ook niet. Moet je even gaan googlen. Hé, hey, en daar hebben we de meneer. Kijk, dat is lekker makkelijk, hè? Ergens je dingen neerknallen. Het is hier lekker druk trouwens. Heerlijk. Zo, hoe bedoel je alleen maar scooters hier? Ja. Wow! Wow! Oké! Ja! Jeetje, Mina. Ga toegang. Alleen je mag wel mensen met een achterhoofd filmen, maar niet meer. Ja, komen ze erop? Komen ze er per ongeluk op? Jammer dan. Scooterparkeerplaats.nl. Ja, lekker. Lekker. Dat was je lekker ijsje. Nou, hier hebben we dus vorig jaar foto's gemaakt. Met vuurwerk. Vuurwerkscheveningen.nl. Zo. Oh, kijk. Mooi water, schat. Eens even kijken of ik het in kan zoomen. Kijk eens. Kijk. Hier op het. Kom, nu moet je achter me staan. Ik zie je dat tenminste. Klopt. Mooi water. Ik ga namelijk weer, na een hele lange tijd, zometeen daar in het water staan. Ja, moet ik meemaken. Het vaarwater. Ja, okay. Eigenlijk wel. Het is eigenlijk vaarwater. Nee, water waar principe. Je kan varen. Ja, ook. Ook. Hij is zo leuk gemaakt trouwens, Ghost. Ghost dat is? Kust. Oh, kust. Oké, okay, nou ja. Niet te verwarren met Ghost. Nee. Oké. Okay. Kijk, de marineschepen zie ik al. Dat is leuk. Ja, rood die zag ik al. Ja, dat weet ik wel, ja, namelijk. Kijk. Oké, okay. Ik wil die al. Heel leuk gedaan, hoor. Staan zeker. Oh, papegaaitjes. Papegaaitje leeft hier nog. De papegaaitjeshow. Wat zijn jullie mooi? Ja. Dus. Oké, zoals jullie zien. Ga ik nu lekker doorheen lopen. Heerlijk. Kijk eens, lekker. Lekker eigenlijk vakantie vieren in je eigen land. Hoe vind je die? Oh, het is heerlijk, het zeewater. Allemaal kortjes. Ja, het is zo lang geleden. Ja, loopt er ook. Ik heb geen idee waar hij loopt. Kijk. Hij loopt nog even. Oh, daar. Heerlijk.
loop gewoon door zee heen. Dit is lekker, mensen. Even een beetje verder, heerlijk. Dit is voor mij echt heel lang geleden, dit, hè? Gewoon even in zee lopen. En dan lopen we weer lekker naar mijn zee toe. Mijn slippers weer even. Ja, en we gaan lekker naar boven. Zo. Huh? Ja. Maar ik ben zielig. Hé, ik heb dus even heerlijk genoten om met mijn voetjes lekker de zee in te zijn geweest. En nu lopen we weer gewoon op het pad. Met zand is kokend. En daar wil je ook echt je hond er niet in hebben. Ik verbrandde gewoon zo wat aan mijn voeten. Dus nee, dat is niet fijn. Nou, loop even lekker rustig. Aan deze kant van de heuvel. En daar hebben we dus auto's en fietsers en alles rijden. Dus we zullen even lekker hier lopen. Komt er niet op hoor. Hou ik wel weer rekening mee. Mag je daar lopen, punt, joh? Nee, mag niet. Dat doen. En ik heb er 2 toppen voor staan. En jij ook. Is lekker toch? Ja, maar hoe voel jij je? Warm. Ja, maar dat eventjes weg en te denken. Nerveus. Ja, we hadden praten. Een soort van nerveus, zeg maar. Ja. Zenuwachtig. Toch wel een beetje blij. Ja. En toch wel weer een beetje blij. Ja, oké. Dat is mooi. Dan gaan we weer omhoog klimmen. Dan gaan we weer straks naar beneden. En daar hebben we de Keizerstraat straks weer. Even klimmen, schat, even klimmen! Grapje was de mensen. Nee, dat lijkt me niet handig. En moet je punten erop. Lekker. Kijk, en hier hebben we ook dat en dat beeld. En die we dus in de stad hebben. Nee, die is een beetje volgescheten. Ja, in de stad niet. Nee, dat klopt. Kijk, en daar heb je de stad alweer. Ja. Kijk mensen hoe druk het op het strand is. Echt huge. Kijk, zie je? Offshore boten, vooral die rode. Ja. En allemaal zijn het, niet de marine, maar offshore. Het zijn de offshore boten. Ik laat je het wel straks zien wat de offshore boten zijn thuis. Alleen kijk, alleen hier met het warme weer. Dan ga je klef doen, weet je? Net zoals Jut. Nee. Jut en hoe heet ze ook alweer? Hoe heet ze nou? Trol, toch? Jut en Trol. Ja, Jut en Jul. Ook prima. Jut, wie is Jut en wie is Jul? Ja, precies. Jul, Jut, kan ook. Jut. Even kijken, nou moet ik even denken of het hier al naar beneden is of een stukje verderop nog. Nog een stukje verderop. Nog een stukje verderop. Naar beneden. Hier is nog de Keizerstraat nog niet. Nee. Leuke jurk. Ja, het verstaat geen hele schild. Ze hebben wel een hele mooie jurk aan trouwens. Enigszins. Maar ga ik niet zoomen. Maar... Zo. Dat is een leuk beeld. Nog nooit gezien. Dat is een Neptunus volgens mij. Ik heb deze ook nog nooit gezien. En jij loopt hier eigenlijk ook nooit.
Ah ja, wat doe ik dan? Sick idee. Even aan het zien. Nee, maar het is onwijs druk. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Lekker even naar boven lopen. Het is hier wel lekker druk. Maar dan mag het prettig drukken. Kijk eens aan. We zijn er nog niet. Over nadenken, dan moet ik ook wel eens schudden. Ja, hoe lang nog? Maand? Aan die kant lopen. Zo, we gaan trappetje op. Ga lekker naar boven, mensen. En is een klimmertje om precies te zijn omhoog. Ja. En het is blaas hier. Ook leuk. Dat is mooi. Ja, maar dan kun je helemaal boven kijken. Kom maar. Kijk, en nou hebben we de reuze dat die kant. Dat is leuk. Ja, nou ja, nog een brug. Bijna. Ja, dat weet ik, maar hij moet nog. Ja, maar er gaan nog wel meer. Er gaan wel meer, schat. Daar nu. Nog twee trappetjes omhoog. Zo, we kunnen jij snel in één keer, zeg. Jeetje, Mina. Huh?
zeker niet. Oké, beter eentje en een. Nee, hier ook, kom. YouTube. Hij is handig, kijk. Hij is al naar beneden. Hoi! Alright, this is tower for beach. I have here Team Belgium, North and South Line. Ready for the next photo. Thank you, well. Thank you. Yeah, thank you, well, Yannick, for this amazing bar. Service is here very good. Yeah, it's sure. Zijn jullie het hele weekend geweest of niet? Ja, ik ben nog een beetje op stap geweest. Ja, ik ben Guys, come here. You are doing the zip line, right? Oh, one go there? Yeah. Is anybody of you alone or not? You are alone. You have pictures? No pictures. No? Alright guys, so listen up. We're gonna go do 350 meters zip lining. You'll be going down like that. Okay? You have to be careful because today is pretty fast because of the wind in the back. And we have an automatic brake on the way to the other side. Probably we'll hit the brake and then we'll make swing, okay? So when you come to the brake, please stretch your arms, make sure to keep your face away from the trolley and spread your legs so that you cannot hit anything. Okay? Alright, ik heb hier de South Line only, maar er is net een enkele zip erbij, dus ik ga het ook even aanhaken. Maar ik heb het Noord en South zonder foto. Ja, yes, perfect like that. Go, let's see.
guys. Now I'm in zip, I can totally understand that you're scared, you know? Okay, so this is your position. Okay, I'm gonna ask for a clearance downstairs, and I'll open your gate first. Tower of the Beach, I have here north and south line, map photos, ready for drink. Nee. Maar er komt een mooie video online, dus. Ja. Kan je nog even de kaartjes geven? Moet je snel zijn, Ro? Mag eigenlijk niet. Oeh. Yes. Ja? North line only, ready for takeoff. Zo, nou bijna het rondje afgerond met het lopen van mijn twee dames. Ja. En nee, ik heb nou een keertje niet Roderick aan de telefoon. Nou, een keertje lekker niet. Ik heb mijn moeder aan de telefoon. Ja, ook verrassend. Ja, ook verrassend. Dus ja. We zijn bijna klaar met het rondje. Ik ben al bijna bij de stoplichten. Ja. En de dames die zijn nog even lekker aan het snuffelen. Ja, mensen, ja. Nou, we zijn dus lekker in Scheveningen geweest. En even daar een oude jeugdvriendin van Roderick gezien. Maar die vindt vloggen niet leuk. Nee. Ik heb leuke filmpjes gemaakt die jullie wel hebben kunnen zien. Over het water heen. Jezus, leuk. Dat is grappig. Ja. Nou, we hebben een klein patatje gegeten daar op en op, bij en bij de pier. Ik vond het niet echt zo heel lekker. Nee, ik zal Roderick zo meteen vragen, want hij komt zo meteen naar me toe. Met Blue, dus die zien jullie ook zo meteen. Strakjes gezellig, ja. Yep. En toen zijn we nog even naar Roderick zijn huis geweest om eventjes wat op te halen. Badeentjes, want zijn moeder die vindt badeentjes leuk. Die spaart badeentjes. Ja, je zou maar een hobby hebben, badeentjes sparen. Maakt helemaal niet uit.
Toen kwamen we daar, waren ze ouders er niet. Dus we hebben eventjes gezeten. Toen kreeg ik even telefoon van de Husky groep. Niet de Husky groep. Nee. Husky Forever Home. Ja. Wat ben je helemaal aan het doen dan? Zeg maar, ik ben aan het graven. Ja. Ga jij maar graven. Kun je het vinden? Wat zoek je? Goud? Zilver? Goud zeker. Hey, hou er even rekening mee dat ik dat zo meteen weer even dicht moet gaan maken. Hey. Kikkeboe. Kikkeboe. Hey. Ja, en dat is een plantje die je nou hebt, hè? Nou heb je een hele riem mee, schat. Kom, even geduld. Even wachten, schat. Goed zo. Zie je eruit, kind. Ja, zo. Oeh. Kom eens hier, meis. Is je tante nou niet uit? Kom eens hier, schat. Nee, niet. Oh, volgens mij heb jij zometeen pijn in je bekkie. Dat wil je niet weten. Ja, kom. We gaan niet verder. Kom, klaar. Kom eens hier. Moppie. Nee. Mop. Schat. Kom eens hier. Mag ik even kijken in je bek? Kom eens hier. Zitten. Eens even zitten, schat. Nee. Eens even zitten. Even zitten. Helemaal niks kapot. Hé, ik schrok even namelijk, meid. Ja, hè. Nou, ik was even in gesprek met jullie. Ja, Roos' moeder en die spaart dus badeentjes. Oké, dat is mooi. Maar ik ben even nog aan het vloggen. Ja, precies. Toen kwamen zijn ouders dus aan. En heeft Roos ook een vraag gesteld. En die heeft ja gezegd. Oeh, er zit iemand duiven. Leuk hè, duiven. Kom maar. Ik word eventjes gelanceerd. Ga mee. Humor. Nee, schat. Kom. Nee. Nee. Hey. Schatje, dat gaan we niet doen, niet. Ja. Ik snap, het is heel leuk. Maar ik ben ook aan het vloggen, schat. Hoi. Zo. Ja, en van de een en naar het ander, hè, gaan we eens een keer. Ook leuk, gezellig. Dus ja, en nou ga ik even weer naar huis. En zo ben je 4-5 minuten bezig, hè. Onderhand. En nou, nu ga ik dus inderdaad lekker naar huis. En dan wacht ik lekker op Roderick en Blue. En dan ga ik even weer wachten zo meteen thuis. Hey, goedemorgen allemaal. Ja. Dus 2:20 van in de nacht, 16/7/2008, ja. Maar oké, we zijn een beetje laat en met de vlog afsluiten. Ja. We hopen dat jullie deze vlog leuk vonden. Zo niet, helaas, jammer dan. Maar oké. Hij is Roderick, ik ben Karen. Ik ben Karen, hij is Roderick. Ik ben Roderick, jij bent Karen. En jij bent Martin. En jij houdt van kut. Waar hou ik van? Van knippen. Nee, voor kip. Ja, voor kip, ja. Kip is lekker. Ja, mooi. Kip, een beetje water. Ja. Nee, maar we hopen en dat deze vlog leuk was. Zo niet, doe vooral een blauw duimpje omhoog en anders naar beneden. Gewoon ook omhoog. Ja, altijd.
Vind je het leuk dat ik mag? Vind je het niet leuk dat ik dan toch al mag? Ja. En een reactie plaatsen. Ja. React plaatsen. Ja. En doe het belletje aan de bij. Op de hoogte. Op de hoogte. Nee, niet op de vlakte, maar op de hoogte. En laat even een leuke reactie achter, dan krijg je zeker Insta. Of misschien niet. Misschien ook wel. Je weet maar nooit. Nee, dus. En van MR en MRS. Precies. Of MRS en MR. MR, de zaakjes, S. Oh. Nee! Niet meer vaag. Ja. Dit is weer een hele lange eindintro. Maar oké, even gekkerheid op stokje. Hij is gek, ik niet. Hij is goed en knap, hè? Ja, kijk, hij is knap. Nou, dank jullie wel voor het kijken. En tot onze volgende weer. Doei!